Zwaar gewonden bij brandzorgcentrum. Rome woedend over gedrag Feyenoord-hooligans. En jongens zingen niet meer. Steeds minder jongens zingen in een koor. En daardoor dreigt de mannenstem uit te sterven. Een halve eeuw geleden waren er nog 300 jongenskoren. En nu nog een handjevol. Het stadsjongenskoor Oldenzaal bestaat 100 jaar. En sinds een tijdje zingt ook Gijs mee. Mijn broer zat er ook al op, dus zo ben ik er ook al wel achter gekomen. En vindt het steeds leuk? Ja. Gijs heeft wel een vermoeden waarom zo weinig jongens zingen. Ik denk omdat ze het niet zo stoer vinden. Sopranen beginnen, 3 en. En de dirigent die herkent dat wel. Als je op een school komt, dan zeggen die jongens van ja, zingen is iets voor meisjes. Maar ze hebben ook heel weinig voorbeelden van leuke koren waar je gewoon bij kunt zingen als jongen. Vaak zijn het koren met vooral meisjes en dat vinden de jongens niet leuk. En de dirigenten die hebben dan ook nog eens moeite met het gedrag van de jongens. De jongens zijn van nature wat drukker en hebben wat meer lawaai bij zich en die worden snel als lastig ervaren. En als die jongens niet zichzelf kunnen zijn tijdens het zingen, ja, dan gaat de lol er heel snel af. En dus moet je ze vooral als jongens onder elkaar laten zingen in een groep die ze fijn vinden, is haar oplossing. En Gijs? Gijs gaat voorlopig nog wel even door. In ieder geval tot de jonge mannen. Dat is van 14 jaar en ouder. En tot stemwisseling. Of hij ook daarna als mannenstem beschikbaar blijft, kon hij vandaag nog niet zeggen. Grapje. Ah, zo lang is het niet hoor. Zo lang is het niet.